Als ik heb a tot de macht p tot de macht q, dan mag ik dat schrijven als a tot de macht p keer q. Dus als ik bijvoorbeeld heb 4 tot de macht 3 tot de macht 2, is dat gelijk aan 4 tot de macht 3 keer 2, is gelijk aan 4 tot de macht 6. Want 4 tot de macht 3 tot de macht 2 kan ik ook schrijven als 4 tot de macht 3 keer 4 tot de macht 3. En dat kan ik schrijven als 4 keer 4 keer 4 keer 4 keer 4 keer 4. En dan heb ik dus een grondtal van 4 en een exponent van 6. Nou, zo krijg ik bij x tot de macht 5 tot de macht 2, krijg ik x tot de macht 5 keer 2 is x tot de macht 10. Datzelfde geldt ook voor negatieve exponenten. Dus stel dat ik heb x tot de macht min 2 tot de macht 3, is dat hetzelfde als x tot de macht min 2 keer 3 is min 6. Want x tot de macht min 2 kunnen we ook schrijven als 1 gedeeld door x tot de macht plus 2 tot de macht 3. Is dus 1 gedeeld door x kwadraat keer 1 gedeeld door x kwadraat keer 1 gedeeld door x kwadraat is 1 gedeeld door x tot de macht 6. En dat is natuurlijk weer gelijk aan x tot de macht min 6. We zien dus dat we een breuk hebben met een exponent. In de algemene vorm is dat bijvoorbeeld a gedeeld door b tot de macht p. Dat betekent als we die gaan uitschrijven dat we in de teller krijgen a tot de macht p en in de noemer krijgen we b tot de macht p. Nou, dat hebben we bij het vorige voorbeeld gezien. Stel ik heb bijvoorbeeld 2 gedeeld door 5 tot de macht 3, dan kan ik het ook schrijven als 2 tot de macht 3 gedeeld door 5 tot de macht 3. Oftewel 8 gedeeld door 125. We hebben gezien dat een negatief exponent een positieve exponent wordt aan de andere kant van de streep. Dus als ik bijvoorbeeld heb 1 gedeeld door 2 tot de macht min 2, kan ik dat schrijven als 1 gedeeld door 1 tweede tot de macht plus 2, is gelijk aan 1 gedeeld door een half keer een half is 1 vierde. En delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde. 1 keer 4 gedeeld door 1 is dus 4.